Wat vindt u van de markt? Een hele gezellige woensdagmarkt en niet voor niets de beste markt van Nederland geworden. Het is in ieder geval een hele eer om daar zelf ook aan mee te mogen werken. En het enige wat ik nog mis is de bekendheid en dat er nog wat meer mensen hierheen zouden kunnen komen. Wat doet u zelf hier? Nou, ik doe voor de markt doe ik gewoon promotie koken. Dat wil zeggen dus producten die hier van de markt afkomen, die vinden hier bij mij op de tafel en die gaan dadelijk bereid worden. En die kunnen jullie dan ook hier nuttigen en dat is allemaal geheel gratis. En het zijn allemaal nogmaals producten van de markt zelf. De producten van de markt zelf, wat bedoelt u daarmee? Nou, het is eigenlijk bij spreken de groente komt van Ruiter. Die staat aan de andere kant van het plein. En de vis die komt van het vispaleis, dus de gezonde apotheek. En zo hebben we iedere keer andere producten waar we mee werken. We hebben zelfs afgelopen jaar een boekje uitgegeven waar alle recepten van vorig jaar in hebben gestaan. En wat kookt u vandaag? Vandaag wordt het pasta pesto met vis. Nou, ik vind het kwalitatief goede spullen hebben. Alles wat je hier koopt, bijna, dat is goed. Daar ben ik tevreden over. Vooral bij de visbuur, daar kom ik al 30 jaar. En ik vind het heel gezellige maak, vooral als het mooi weer is. Ik kom hier heel graag. Ik woon in Maastricht en ik blijf hier ook komen. Alleen om kwalitatief, dat het een hele goede markt is, vind ik. Ik ben al op verschillende markten geweest, maar ik kan niet het water reiken hier aan de markt van Maastricht. En daarom vind ik het absoluut de beste markt van Nederland. Stad met het oude gezicht. Stok aan de kant. Altijd een beetje apart. Kom maar even in beeld. Dan is het geen interview. Wat is er dan gebeurd? Maak je. Pasta pesto. En met de vis. Altijd goede kruiden op. Ja. Of als je nog lekker wil, is krul, hè? Krul, ja. Krul. Dat is eigenlijk ook kabeljauw, maar een hele verse, jonge versie. Dus heel mooi. Ja.